360 degree reality. Sunset beach, I don't need HDTV. I want the real thing. Living off your dreams. Hi guys, dit wordt zo'n mega super pimp awesome weekend. Dat ik de weekvlog vandaag gewoon eens op een vrijdag begin. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik ga over 3 minuten naar Floor, die jullie kennen uit eerdere haarvideo's, om haar roze te laten verven met Colorista. En dan ga ik naar mijn allereerste bachelorparty van een vriendin die gaat trouwen. We zijn met z'n viertjes, Anna, Penny en Wun, die dus gaat trouwen. En het wordt mega dik. Ja, ik ben bij Floor. En we doen roze. En wat nog meer? We gaan pink, dirty pink en peach. Yes, het wordt een soort waterval van 3 kleuren. Dus roze en peach door elkaar. Echt super spannend. Ik had eigenlijk nog geen idee, dus ik ben gewoon binnengelopen. En Floor had een masterplan. En dat geeft mij helemaal aan over. Het is toch best wel, ik vind het van mezelf best dapper dat ik gewoon zonder enige twijfel me hier instort. Maar ja, je was er toch zo uit. En zeker die roze, die heeft ook een hele mooie fade. Ik vind hem eigenlijk het mooiste als hij hier ook een tijdje, een soort van een paar dagen ingewerkt is. En je hebt je haar misschien 2 keer gewassen en dan is het echt best subtiel. Dat vind ik echt gek. En ja, heel benieuwd hoe het uitgesteld wordt. We zitten zo te kletsen en cola's te drinken dat ik helemaal vergeet het proces te filmen. Dus nu ik alleen nog dit gekke ponnetje over heb, kun je nog een beetje zien wat er gebeurt. Nou, subtiel is voorlopig nog niet aan de orde. Oké. En hoe lang duurt het dan voordat het meer echt zo'n waas wordt, zo'n roze kloof? Ja, met 1 wassing is al wel een soort van de helft van het, dan is het hele echt vellen er wel af. Ja. En ik denk volgens mij de vorige keer ook, na 2 wassingen ga je al echt richting dat poederige, hè? Ja, klopt. Ja, ik vind het allebei wel leuk. En dat shocking. En ik vind het ook het subtiele heel mooi, want dat past wel echt bij alles. Ja. Ik ben benieuwd. Het zit erin. Nu moeten het een half uurtje, 20 minuten intrekken. En dan heb ik een soort funky unicorn rainbow hair. Het eindresultaat. Zo cool. Er zit dus allemaal peach doorheen. En hier meer felroze. En dat echte pastel zit er doorheen. Dus er gebeurt gewoon echt mega veel. Zo cool. En wat Floor ook heeft gedaan is mijn pony even bijknippen. En wat ik dus echt briljant vind. Ik doe altijd mijn haar achter mijn oren en dan heb ik zo'n plukje. En die heeft ze nu ook een beetje bijgeknipt zodat het allemaal lekkerder valt. Serieus, wie is die vrouw? Is echt een hair genius. Ja, heel blij. Echt te gek. Made it to the grind. Oh, ze zijn ook eens even. Ja, ik kan er echt heel veel over. En we hebben meteen oesters en wijntjes. Het begint nu al super. We worden nu naar onze 2 suites gebracht met Domingo. Domingo is the best. Onze privé butler. Oh my god. En dat gebeurt dus bij elke suite die je boekt in de Grand. Krijg je een butler non-stop ter je beschikking. En die kan alles voor je regelen. Oh my god, het is zo mooi hier. Dit is echt nu al de best ever. Dit is heel grappig. We zitten hier allebei lekker te lopen binnen. Hey, jouw scherm is zoveel beter dan die van mij. Hoe kan dat? We hebben dezelfde camera. Ik weet niet wat ik allemaal misdoe. Ik doe hem even naast jou. Kijk nou, wat een verschil. Oh ja. Nou, bizar. Nah. We gaan nu onze kamer in. Oh my god. Wow. Oh my god. Het is zo mooi. En er is allemaal blauwe velvet hier en roze. En het is zo groot. Oh my god. Deze slaapkamer aan. Heerlijk, niet hè? Normaal. Oh, wow. Dit is zo leuk. Wauw. Dit is wat wij de hele tijd zitten te doen. Zo gezellig. Oh, met mijn vriendinnetje. Zo fabulous. Ben je buiten adem? Ja, hè? Heel, nog nooit zoveel gesport. Oh my god. Lekker champagne momentje. Oh, fantastisch Domingo, dankjewel. Alsjeblieft, hè. Wun, ben je verrast? Oh my god. Super verrast. Oh my god, dit is zo leuk. Ben je blij? Ik ben zo blij. Ik hou van jullie. Yay! We made it! Yay! Zo mooi iedereen. We gaan nu lekker uit eten bij Wolf Atelier. En het is echt nu al zo'n mega feest. Oh my gosh. Het is 6:00 en we zijn net thuis. Jongens, hoe leuk was deze avond? Het was top, jongens. Cute. Bye.
Ja, tampons en ibuprofen. Do you by any chance have painkillers? En some tampons. Hallo, dat was echt een spectaculaire avond. Mega leuk. En ik heb me snel even omgekleed en mijn schoentjes aan. Want ik ga nu mijn schoenen lanceren in de Bijenkorf. En volgens mij komen er heel veel van jullie. En ik vind het best wel spannend, want het is de eerste keer dat ik echt een product heb. Wat ook fysiek in de wereld bestaat en niet alleen online. Dus ik vind het wel spannend. Wauw! Woehoe! Zo mooi! En we hebben dus allemaal linten uit Spanje meegenomen waar ik mee kan customizen. Glitter! En check deze fotowand! Zo cool! Ik ben heel blij. Yay! Het zijn allemaal leuke meiden en kijk hoe goed! Ik ben helemaal trots. Het is echt zo leuk. Hier staan ook nog een paar hele lieve meiden. Joepie! Kijk, dit is mijn Lou van Fred. Hoe leuk is haar lookje ook daarmee. En deze jurk ken je natuurlijk. Oh, wow, het is zo leuk om alle reacties te krijgen. En mensen zijn zo enthousiast en het is heel druk. Ik ben echt zo excited en trots. Echt wel een fijn gevoel en een opluchting. Echt zo leuk om te zien hoe het is om echt een fysiek product in de winkel te hebben liggen. Met je foto en je naam. Crazy! Jee, knappe meiden in knappe schoenen. We zitten in de taxi en opeens komen we langs de Fredwinkel waar mijn hoofd heel groot in hangt. Yay! Zo cool! Woehoe! Echt heel blij. Echt leuk om met jullie te delen ook, ja, schatje. Ja, leuk. We zijn in de Acacia Spa. Babe Town. Iedereen in badjasjes. We zijn net in de spa in het Conservatorium Hotel geweest en het was zo lekker. Niet normaal, we hadden allemaal van die face masks die Penny had meegenomen. En toen helemaal tot rust kwam, hebben we allemaal geslapen ook nog. En nu gaan we lekker eten bij Toyko in het Conservatorium. Het is zo'n super luxe weekend, niet normaal. Hoe gelukkig zijn we, girls? Niet normaal. Lekker mid-snack. Good morning! Holy snack shit! Niet normaal. Alles waar je van droomt is hier. Lekker! Hallo! Het is ochtend en we moesten eigenlijk uitchecken, maar we mogen nog de hele middag hier blijven. Dus we gaan nu lekker de spa in. Lekker weten. Ja. Ja. Goed wat gezegd dan. Goed gezegd. Ja, hè? Heel goed gezegd. Zeker. We zijn bij Open Air en ik ben natuurlijk meteen naar Floor toe gerend om te kijken wat zij allemaal voor hair magic aan het doen is met Colorista. Die is hier een super mooie booth met flamingo's en glitters en unicorn hair. Super tof. Ik vind het ook echt wel heel mooi hoe die nu aan het fade is. Je ziet hier zo dat peach en donkerroze. Echt super tof. Dus ik ben heel blij en helemaal festival ready. Hoe mooi is dit? Check die glitter en knotjes. Oh my god, festival unicorn. Kijk, ik heb vlechtjes. Zo mooi. En dan komen die verschillende kleuren ook heel mooi uit. Love it! Hey guys, het is dinsdag en ik zit heerlijk in de zon. Nou ja, zoiets. Ik zit bovenop een gebouwde kalmentoren met een mega uitzicht over Amsterdam. Superleuk. En waarom? Ik ben met mijn superleuke lieve team. Yay! En we hebben een brainstorm sessie en dat is natuurlijk altijd wel het leukste buiten de deur met lekkere snackjes. Dus we zitten nu bij Blue in Amsterdam. En ik denk dat de creativiteit hier wel loskomt. Ik heb de hele dag gewerkt en ik heb nu net gedoucht en nu ga ik naar mijn vriendje toe. Die was op motortrip een paar dagen. Ja, het is gewoon, als je verliefd op iemand bent, heb je gewoon geen zin meer om te werken. Ik moet eigenlijk echt nog 100 dingen doen, maar ik wil gewoon naar hem toe en ik weet dat het afschuwelijk cheesy klinkt. Maar ja, het
is gewoon zo. Dus dat ga ik nu doen. Ergens is dit ook best wel goed voor me. Want ik sla echt door met werk. En ik kan echt geen pauzes nemen en dat soort dingen. Of vakanties of rustmomenten. En nu wil je dat zo graag dat je het gewoon doet. Dus dat is best wel goed. Maar ook voel ik me dan weer schuldig of zo. Dit zijn echt de struggles van mensen die eigen baas zijn. Ik weet zeker dat jullie dit ook herkennen. Dat je je altijd schuldig voelt als je vrijneemt of zo. Verder ben ik bijna jarig. Over 2 dagen. Zo leuk. Ik heb er zoveel zin in. En ik heb gisteren toen ik met Anna was besloten dat ik een nieuw tattoetje ga nemen. Ik weet dus nog niet precies wat. Maar het wordt iets galaxy related. Ik zit er al zo lang over na te denken voor degenen die mijn video's vaker kijken. En ik dacht, YOLO, ik doe het gewoon. Ik hou zo van versieringen. En het is tijd dat deze weer een nieuw vriendje erbij krijgt. Hallo, het is dinsdag. En ik ben lekker aan het filmen. Ik maak nu een video met festivallookjes. Dus dat is leuk. Het is alleen niet zo mooi weer. Ik ben heel verdrietig. Maar goed, ik zit nog wel in de festival vibes. Dus wat dat betreft is het wel een goede match. Ja, ik ga nu even lekker naar buiten. Kijken of ik nog ergens even een koffie kan halen ook. En wat mooie dingen filmen. En morgen ben ik jarig. Yay! We staan te schuilen voor de regen onder een ding. We zijn echt al de hele dag bezig nu. We hebben 1 video af. En deze nu voor 2/3 of zo. Dat is niet normaal. Waar is de zomer als je hem nodig hebt? Kijk hoe mooi deze rainbow kleurtjes wel. Ah. Iedereen om mij heen wordt een unicorn. Goed! Barely alive. Oh, wat een ongeluk op de fiets. Ik ging achterop bij Fleur en we reden in een tramrails. Is natuurlijk ook een mega weirde stad om te rijden, Amsterdam, als je hier nooit bent. Dus dat was wel weer hilarisch. Hoeveel kleren ik ook over elkaar heb. Ik had net deze, wacht, deze trainingsbroek hier ook nog bij aan. Dan een jurk en een t-shirt en een jas. Dit is de werkelijkheid van fashion blogging. Het is nu bijna 7:30 en mijn idee was dat ik even naar huis zou gaan om me om te kleden voor mijn birthday dinner met mijn tweelingbroer en onze ouders en ons vriendje en vriendinnetje. Maar daar had ik geen tijd voor en het regent insane hard. Dus nu moet ik soort van de pyjama aan die ik de hele dag al aan heb, namelijk mijn wijdste jeans en dit t-shirt wat hartstikke leuk is, maar wat gewoon bij de post zat en ik even aan heb getrokken. Ik heb nog een paar Givenchy hakken hier in de kast staan gelukkig. Echt wel hele funky enkellaarsjes met een rits. Dus die heb ik even onder gegooid. En dit is het dan maar. Oké. Ik heb niet eens een BH aan vandaag. Top. En de twinnies. Joh, die schrikt heel erg. Ik heb nog een slaaphoofd en ik ben in pyjama en het is al 10:30. Want op je verjaardag hoef je niks te doen, vind ik. Het is heel slecht weer alleen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is echt climate change in full effect. Kijk hoe leuk ook dit super badass gouden naamkettingje wat ik heb gekregen van Jordi. Ik voel me meteen Carrie. Voor degenen die ook liefhebbers zijn, jullie kennen de scène in Parijs met haar tasje. En dat hij dan in die voering zit en dat Beek dan komt. Fantastisch. Kijk wat ik ook heb gekregen. Een gouden koffertje voor al mijn wereldreizen. En een zilver chocolade glitter discobal. Yay! Een glittersnack, dan kent iemand je wel echt goed. Wat ik ook even wil laten zien en wat ik niet normaal vind, is dat ik in dit huis niet bij de glazen kan. Omdat deze gast gewoon te lang is. Het is aan het regenen! Godsamme, niet oké. Duimpje omlaag hoor dit. Ik ga toch maar even naar buiten, want ik wilde gaan wandelen en misschien iets voor mezelf kopen of zo. Of zulke verjaardagsdingen doen, maar ik heb helemaal geen eten in huis. Ik heb super honger. En het regent dus. Dus nu ga ik denk ik snackjes halen en Netflix kijken en chillen. En ik moet echt even wat tattoo-onderzoek doen. Want over een paar uur ga ik daarheen en ik weet nog steeds niet precies wat ik ga zetten. Ik word ook een beetje zenuwachtig van waarom doe ik dit? Maar ja, ik vind dit soort dingen ook leuk blijkbaar. Dus ik ga het toch doen. Seriously mensen, het regent super hard. Ik ben weer thuis en ik heb frietjes gegeten en nu eet ik chips en lees ik De Linda Meiden. En Modern Family staat aan. Ik kwam erachter dat ik heel seizoen 1 niet heb gezien.
Dus die ben ik aan het kijken. Yay! Oké, ik heb me snel klaargemaakt en nu ga ik naar de tattoo shop. Spannend. Oké, de Uber-chauffeur kreeg volledig de schrapplak van dit verhaal en dat ik geen idee had wat ik ging doen. Toen belde mijn vader nog even op om te zeggen dat hij het niks vond. En nu ga ik naar binnen. We are home, to our death, you know? Nothing wrong with that, baby. Hey, kijk. Ja, kijk even. Super lief. Heel leuk. Echt super cute. Goedemorgen, het is zover de feestelijke lancering van mijn Fred-schoenen met een heleboel pers en lieve vriendinnen en... Zo spannend! Oh my god, ik ga nu naar binnen. En ik ben klaar voor mijn birthday party. De dag is echt voorbij gevlogen. Ik weet niet waar de uren na die lancering zijn gebleven. Ik ben nu thuis en ik heb hetzelfde jurkje aan als op de bachelor party. Ik laat hem jullie zo even zien in mijn medium effectieve spiegelsysteem. Wel veel zin in. Lekker al mijn vrienden zien. Super gezellig. En ik ga het vieren bij Libertine Café Café. Dubbele naam. En dat is de plek waar ik ook met de topshop diner was met Nicole laatst. Voor degene die mijn vorige vlog ook hebben gezien. En dat zit in 9 straatjes midden in de stad. En het is gewoon een van mijn lievelingsplekken om lekker te eten en te chillen. En je kan een beetje buiten zitten in de zon. Dus ja, ik vind het daar heerlijk. En ik dacht, daar wil ik het vieren. Ik heb ook wat gezellige versiersels gekocht in een opwelling. Feesthoedjes, ballonnen, dat soort dingen. Wie weet, ga ik die ook ophangen? Ik denk het wel, is wel leuk. Ik ga nu even heel snel opschieten, want dadelijk kom ik te laat op mijn eigen verjaardag. Al is dat ook wel geoorloofd, denk ik. Mijn schatjes zijn er! Oh yeah! Check dit ook, deze J-ballonnen. Yay, hoe de feest! Boy, ik ben een girlfriend. Maar die lijkt me echt een stap. De stap is een soort. Ja. Hij heeft allemaal cadeaus voor die op een muis lijken. Kijk eens welk schatje er weer is. Best die Kim! Hoe knap ziet ze eruit? Superbruin, superwit. Deze armen naast elkaar is echt wel eng. Jullie missen Kim volgens mij een beetje in de video's, want ik hoor het vaker. Ja, en snel weer gewoon wat twinningen. Bestie quizzen. We dachten ook leuk een video waarin we al onze outfits die we hetzelfde hebben laten zien. Dat lijkt me een heel goed idee. Hey guys, het is nu een paar dagen later, dus ik ga de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het een super leuke week en ik hoop dat jullie deze vlog ook leuk vonden. Als je niks wil missen, vergeet dan niet je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je snel weer. Doei!